Nog wel een daarna, maar ik had al aangekondigd zojuist bij de regeling dat ik mij zorgen maak over de kosten voor het Koninklijk Huis. De vragen over Huis ten Bosch zijn nog niet beantwoord, maar dat zal de minister van Wonen zeker gaan doen nadat ik daarop gerappeleerd heb. Maar voorzitter, waar het ooit allemaal mee begon, het gedoe, was een cadeau voor de 18e verjaardag van toen nog prinses en nu inmiddels weer, Beatrix, de Groene Draak. Daar hebben we een paar jaar geleden nogal wat onderhoud aan gehad. Dat liep 3,5-4 ton. Inmiddels hebben we de begrotingssystematiek veranderd. Die boot stond qua onderhoud bij Defensie. En daar werd het onderhoud ook gedaan. En nu wordt die ook op de begroting van Defensie gezet. Dat lijkt me op zich logisch. Maar in hetzelfde gebaar gaat opeens het onderhoud per jaar van 51.000 euro naar 95.000 euro. Hoe kan het zijn dat het onderhoud van een boot die, ik heb me dat laten vertellen, ongeveer een 3-4 ton kost als je hem nieuw zou kopen, per jaar een ton kost? Voorzitter, ik zou het antwoord nu zo kunnen geven, maar omdat het de heer Pechtel betreft ga ik het extra grondig doen en krijgt hij het antwoord in tweede termijn. Meneer Buma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En dit gaat over een antwoord wat... Kan de koopkracht van chronisch zieken negatiever, maar ook positiever uitpakken dan van andere groepen? Lijkt mij goed die nuance daarop aan te brengen. Dan kom ik, voorzitter, bij de Groene Draak. Het is een hele stap. En zo ga je ook inderdaad van ChristenUnie naar D66. Over de Groene Draak kan ik het volgende melden. Defensie heeft in samenwerking met een externe expert geconstateerd dat het reguliere onderhoudsbudget van 51.000 euro, dat voorheen ten laste van de begroting van Defensie op de begroting van de koning stond, dat het ontoereikend is voor het uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud. Meerjaar wordt daarom een totaalbedrag geraamd van 95.000 euro. Dekking hiervoor is gevonden binnen de defensiebegroting. Het betekent dus dat de rijksbegroting als geheel niet omhoog gaat. Misschien goed er iets nog achtergrond op te geven, want ik zie dat de heer Pechtold aanvullende vragen heeft. Maar wellicht kan ik hem daarvan afhouden. Wat je ziet uit het rapport van die externe expert, dat jaarlijks minimaal bijna 60.000 euro exclusief btw nodig is voor het standaard onderhoud en inclusief btw. Ja, hij staat nu te lachen. We worden natuurlijk allemaal wat moe aan het eind van de dag, maar ik ga je toch gewoon het hele verhaal oplezen. Gaat het om 71.000 euro. Daarnaast wordt aan groot onderhoud in totaal over meerdere jaren een bedrag van 110.000 euro geraamd. Uit ervaringen van het marinebedrijf blijkt dat jaarlijks niet alleen uitgaven aan standaard onderhoud worden gedaan, maar dat ook elk jaar correctief en aanvullend onderhoud nodig is. Die oude spulletjes kosten wat. Voorzitter. Ja. Ik weet niet, ik ben wel eens in Friesland en zie je daar van die bootjes. En ik heb die Groene Draak ook wel eens op beelden zien varen. Nou, volgens mij hebben, ik heb het niet, maar er zijn Nederlanders die zo'n bootje hebben. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen een ton per jaar uitgeven om zo'n boot te onderhouden. Voorzitter, dan ook nog in het licht dat er in 2005 416.000 euro is uitgegeven voor een groot onderhoud. 416.000. Heel mooi. Daar kan je een hele vloot van varen. Ik bedoel, dat zijn de bedragen die we op de hele defensiebegroting zo ongeveer... Het komt in de buurt van de JSF nou. Voorzitter, ja, maar ik vind we moeten de begroting van het Koningshuis ook serieus behandelen. Nou is de Groene Draak volgens mij de afgelopen 10 jaar aanleiding geweest voor een hoop gedoe. Paleizen die te duur waren, elke keer overschrijdingen, bedragen waar we met z'n allen van zeiden, dit kan toch niet. En ik vind het leuk dat we de vorige majesteit op de 18e die boot hebben gegeven. Maar als we er nou tot in de eeuwigheid aan vastzitten voor dit soort bedragen, dan vind ik zo langzamerhand een cadeau waarvan ik denk, nou, ja, geef het dan helemaal cadeau, hè? Maar goed, ik geloof niet dat de gedachte is die aan de andere kant veel enthousiast. Voorzitter, ik wil graag toch wat meer toelichting hoe het kan zijn dat ja, je... Ja, ik wil nog meer zeggen. Want u heeft nog meer toelichting. Nou, dan luister ik. Nee, ik ben tot de tanden bewapend. Even korte pauze, voorzitter. Nee, wat je... Voorzitter, is het denkbaar dat we deze kwestie schriftelijk afdoen? Graag. Heel goed. Dank voor het begrip. Korte pauze.
vond ook de overgang van de chronisch zieke bij de ChristenUnie naar de Groene Draak wat al te heftig. Voorzitter, allereerst, de heer Buma vraagt naar de Europese Raad. En ik kan hem melden.